hallo allemaal. Miljoen maatjes in mijn life. Het is een eeuw geleden. Het is wel knus zo, hè. Kijk, het vuur... hoe zeg je dat? Is aan. Doet iets met de complexie van onze huid. We dachten, we zijn live, we zijn samen. Hoe gezellig is het? En laten we dat gewoon nog even delen. Ja, met precies. De wereld. En ik geef mensen even de kans om in te stappen. Ja. En jij zet hem ook nog even. Ik zal hem ook nog eventjes aanzetten. Aanzetten, ja. Mijn live, ik kom net van een andere live gesprongen. Ja. Hij gaat van livestream naar livestream. Hi Alexandra, gezellig. Ja, dan gaan we het eens fijn hebben over grenzeloos geld creëren. Ja, toch? Waarom maar niet? Ik zal heel even wachten totdat jij ook... je livestream hebt gestart. Ja, ik stond er al. Oh ja. Hij ging je eventjes weg. Zo. Okay. Cool. Zeg even hoi als je erbij bent. Laat even weten hoe het met je gaat. Ik zat net te denken van nu hebben we geen drinken meer. Maar ze komen hier ook niet echt buiten natuurlijk. Want ja, iedereen zit natuurlijk binnen met dit weer. Behalve wij. Hi Latoya, Jouke, gezellig. En laat even weten of het geluid goed is en zo, want het is een beetje, de muziek staat een beetje ja, maar de muziek hard. Is vaak ook een beetje gewoon, hey, goede. Nu zijn we ook live nou moet op mijn zo pagina. Ik ben hier, kijk even naar mij. Oh kijk, Marlijn Wolsing is ik nu live. Ik krijg zelfs meldingen van mijn je krijgt een melding van je eigen pagina, hoe grappig is dat? Heel grappig. Ja. Nu gaat hij even over op gewoon geluid. Oké, als we hier nou even een foto van zouden kunnen maken. Ja, dat zou twee leuk zijn. Van die telefoons naast elkaar. Hoe grappig is dat? Ja, supercool. Met mij gaat het goed, zegt Alexandra. Vanmorgen nog naar jou gekeken via YouTube Overvloed. Yes, twee yes. High fiven. Maatje en ik cool. Waren weer eventjes samen en we dachten van, hey. Laten we even een livestream doen. Laten we even een livestream doen. Gewoon voor de fun of it. Ja, voor de fun of it. Want ik kreeg laatst ook een paar vragen. Hey, hoe is het met jou en Maatje? Ja. Zijn jullie nog samen? Zijn jullie nog samen? Nou, dat is heel grappig. Want mensen denken al snel dat er iets aan de hand is of zo. Maar ja, en we doen natuurlijk super graag programma's met elkaar. Maar soms dan ben je gewoon even met andere dingen bezig. Yes. En dan is het ook goed. Ja. Maar er zit wel weer wat te borrelen, denk ik. Er zit wel weer wat te borrelen. Er zit wel weer wat is er mogelijk? Ja, wat is er mogelijk? Zoals dat weet. Blijven we in de vraag. Die van jou lopen al lekker op, Maart. Ja, maar ik heb een aankondiging gedaan. Oh ja, shit. Dat scheelt. Normaliter dan doe ik van de aankondiging. Maar gelukkig kan iedereen dit terugluisteren op de... Livestream. Nou, voor degenen die het niet weten, het lijkt me sterk dat ze het niet weten. Maar ik heb natuurlijk lekker veel programma's gecreëerd samen. De Grenzeloos serie. Ja, Grenzeloos ontvangen. Je low battery, zegt hij. Grenzeloos ontvangen, grenzeloos creëren. En ik pas zeg maar mijn tools van de wet van aantrekkingskracht toe. En jij past jouw tools toe over het faciliteren van bewustzijn met Access Consciousness. Yes. En samen is dat best wel een krachtige combinatie. Ja, weet je, en ik hoor het toch steeds terug van mensen van, weet je, wat het aan elkaar bijdraagt, wat wij aan elkaar bijdragen, onze beide informatie. Het is toch wel heel cool om dat te merken, wat voor zaadjes het plant overal in de wereld. En ook hoe zoveel mensen alle informatie blijven gebruiken om hun leven te creëren, om hun financiën op te poetsen, om iets nieuws of iets anders te creëren met hun financiën, of voor hun business, of wat dan ook, überhaupt voor hun leven. Want eindelijk creëren gaat eigenlijk gaat om alles, hè? Ja, precies. En met geld als gevolg. Ja. Kijk, en ik zat net over na te denken van, oké, als je het dan hebt over grenzeloos geld creëren, voor mij is de allereerste stap dat je een keuze maakt. Want heel vaak dan, en we hadden het er toen straks nog even over, Marlijn die leert mensen heel vaak over een 10% regeling. Hè? Dat je zeg maar 10% rekening. Van je 10% rekening, ja oké, maar ik noem het een rekening. Dat je 10% van je inkomsten apart zet om jezelf te eren. En dan kan je ook nog eens 10% van je inkomsten apart zetten om je business te eren als je ondernemer bent. Hè? En ik had me daar heel lang tegen verzet.
En dan was er zo'n verhaal op de achtergrond van, oh, maar dat, ik heb dat geld niet of ik kan niet. Moet ik dan beginnen met een paar procent? En dat kan, dat is natuurlijk goed. Maar als ik iets wil, dan wil ik ook gelijk all in gaan. Dus ik zat dat voor me uit te schuiven. En laatst toen, en ik ben ook lid van Marlijn zijn community. En toen was er een hele bekende access. Curry? Zij faciliteert ook de... Ja. En zij geeft het programma Right Riches for You, toch? Ja, ja, klopt. Ja. En hij hield een livestream met haar of een soort masterclass over geld. Dus ik dacht, nou, ik pak de kans en ik stel die vraag van, oké, waar ik echt op af wil stemmen is dat je dat geld over hebt, weet je? Want ik kan heel makkelijk geld manifesteren voor de dingen die ik sowieso moet doen. Maar hoe zit het daarmee? En toen had zij het ook weer over die 10% regeling. En opeens viel dat kwartje. Ik denk, oh mijn god, ik maak dezelfde fout die al mijn klanten maken. Want ja, dat doen we natuurlijk zelf ook. Ja. Ik ben ook aan het wachten totdat het geld er is, in plaats van dat ik een bewuste keuze maak. Ja. En het gewoon gaat doen. En dan volgt het geld automatisch. Ja. Ja. Voor mij is dat stap 1. Hoe zie jij dat? Nou, ja, ik was heel erg enthousiast toen je dat net überhaupt zei. Weet je? En het... de keuze is stap 1. En dan zo vaak zijn we niet gewend om geld te hebben. Omdat heel veel mensen soort van zijn opgegroeid met het idee dat het hebberig is. Maar ja. Wat als jij de geëerste persoon bent die je eert in jouw leven? Want als jij het niet doet, wie gaat van wie anders, weet je, wat als je het van iemand anders zou hoeven te verwachten? Ik denk dat als je jezelf niet eert met geld, dan komt het ook niet via andere mensen naar je toe. Ja, er is iets magisch wat er gebeurt als je jezelf al willend bent om te geëren met geld. Maar als nummer 1, voordat de rekeningen eruit gaan, voordat je wat dan ook betaalt, dat jij prioriteit nummer 1 bent. En hoe vaak, het is eigenlijk ook een beetje een truc, een tool ook, dus ook. Maar een tool die een hele andere energie creëert. Want ik merkte toen ik het soort van, ik denk 10, een jaar of een paar, 10 maanden tot een jaar gedaan had, echt consequent die 10% voor de btw-afdracht en alles gewoon apart gezet. En uiteindelijk merkte ik van, wauw, ik heb gewoon geld. Ja. Ik heb gewoon geld. En ik merkte dat het als het ware een bepaalde vrede en gemak zette in mijn hele universum, om zo maar te zeggen. Mijn lijf was rustiger. Ook want heel vaak worden mensen ook zenuwachtig in hun lijf als ze niet genoeg geld hebben, wat ook weer bij kan dragen aan de creatie van meer, wat weer meer kan uitnodigen. Want je kan alleen maar iets ontvangen eigenlijk als je het bent, als de energie aanwezig is, als de energie zo opgedroogd is, ja, weet je, dan is het soort van, dan gaat het altijd weer een soort van anders, ook energetisch. Dus dat is en weet je, alles volgt van de energie. Ja. Die je bent en die je uitnodigt. En die je dus ook eerst voor jezelf. Ja. Dus ik vond het ook zo cool met de, zeker met, weet je, de business en het geld. Wat je gecreëerd hebt en wat je hebt. Omdat, weet je, wat is er dus mogelijk? Dus ik, weet je, zie het vanuit de vraag. Wat is er dan dus mogelijk als je het gaat doen? Ja. Want soort van, zo vaak zijn er ook topondernemers of zo. Die gewoon met je echt geld verdienen en creëren met gemak. Een soort van, zetten die zichzelf, eren die zichzelf op de eerste plek. Want en zoveel doen het nog steeds niet. Dat je geld hebt, betekent het niet dat je per definitie gelukkig bent. Exact. Want dat is een fout die heel veel mensen maken. Ze denken, oh, als het geld er maar is, het is een leugen, dan is alles goed. Dan ben ik gelukkig. Ja. En dat is per definitie nooit waar. Ja. Want kijk, je creëert vanuit wie je bent. Dus als jij, zeg maar, jezelf niet op de eerste plaats kunt zetten, of je kunt jezelf al niet eren, of je kunt al niet voor jezelf zorgen, of je hebt allerlei routines in jezelf om het jezelf zwaar te maken, dan gaat geld niks bijdragen aan je geluk. Dan gaat het alleen maar bijdragen aan de stress die je al hebt in je leven. Absoluut. Ik dacht ook een paar maanden geleden, ik was bezig met een hele upgrade van mijn business en daar zit ik nog steeds eigenlijk middenin. Continu en toch? Continu. Ja. Ik bedoel, alles is verduurd in een upgrade. Hoe zou het zijn dat je zou genieten van de upgrade en de uplevel die in je al business bent. En die je al bent. Ja. En wat er nog meer mogelijk is. En toen ik zoiets van, ja, en nu is dat al dat geld daar. En toen merkte ik, het betekent eigenlijk helemaal niks. Maar dat het soort van, dat ik dat gewoon zo had gecreëerd voor mezelf, zette me ook weer in de vraag, oké, wat is er dan nu mogelijk, weet je? Ja. Het is gewoon,
Als je merkt van dat je het op die manier voor jezelf wil zijn en kan zijn. En dat je het begint te creëren met geld. Want heel veel kunnen mensen niet creëren met geld. Het is ook een manier van eigenlijk gewoon spelen. Ja, spelen. Met het geld. Zodat het eigenlijk gewoon spelenderwijs ook, weet je, heel dynamische shifts kan maken in heel je financiën. Ja. En dat is een van de grote geschenken die ik ontvang uit de 10% rekening. Het is eigenlijk zo simpel, hè? Ja. Het is zo simpel. Ja, maar je moet het wel even doen. Je moet het wel doen. Je moet het wel doen. Ja. En je moet ook dus ook jezelf, weet je, je moet het ook niet aan andere dingen uit willen geven. Gewoon, wat kan ik dan nog meer creëren? Ja. Dus kijk, dus het is keuze. Het is de stap nemen. Het is jezelf eren. En wat voor mij denk ik ook heel belangrijk is, is precies wat jij net zei. En dit is echt heel belangrijk. Geld betekent eigenlijk niks. Het geld betekent wat voor betekenis jij eraan wil geven. Vandaar ook mijn hele gebeuren, zeg maar, met geld is liefde. Dat is echt niet hoe ik geboren ben of hoe ik opgegroeid ben of hoe ik opgevoed ben. Het is ook niet iets wat er altijd al is geweest. Voor het grootste deel, voor mij was geld een strijd en het was moeilijk. En ik had nooit geld. En als ik geld had, dan gaf ik het uit aan dingen die slecht voor me waren, of die niet bijdroegen aan mijn leven of aan mijn geluk. En steeds meer en meer en meer en meer ben ik geld gaan zien als een tool wat mij kan helpen in mijn creatie en in mijn leven. Het is de benzine die je ook in de auto doet. Weet je? Zo zie ik het wel, een beetje een plastische metafoor met wellicht. Maar het is iets wat, kijk, weet je, je hebt zoveel meer keuzes met geld. En je hebt dezelfde keuzes, hoe zeg je dat, die je zonder geld hebt, heb je als je wel geld hebt of geld kan gebruiken of dat je beschikking hebt of daarmee kan creëren. Maar er is zoveel meer mogelijk in deze wereld met geld. En zodoende, weet je, wat is er mogelijk als geld eigenlijk niks zou betekenen, maar als je het wel alle waarde zou kunnen geven. Voor mij is het ook gewoon heel cool dat ik denk van oké, hoe kan ik dit geld gebruiken om meer te creëren, om een grotere bijdrage ook nog te zijn aan de wereld. En wat ook zo cool is aan het eren van jezelf, weet je, als je kijkt naar dat alles eigenlijk verbonden is en in co-creatie met elkaar. En als alles verbonden is en alles in creatie met elkaar, alle energie, alle moleculen, ook al lijken we afstand te hebben, maar eigenlijk is dat niet zo. Nee. Als je jezelf niet eert, eer je dan dat. Ja. Eer je dan het universum, eer je dan oneindige mogelijkheden en creatie. Nee, dan sluit je eigenlijk daar voor af en hou jezelf in de duisternis eigenlijk vaak. Ja, maar dat is mooi wat jij zegt, want je zegt eigenlijk van mensen houden geld energetisch gezien op afstand. Want ze koppelen er een bepaalde betekenis aan. Zo van bijvoorbeeld, als er geld is hebberig, of mensen die geld hebben, die gebruiken dat verkeerd, of ze gebruiken hun macht verkeerd. Of je moet eerst geven voordat je kunt ontvangen. Of geld is moeilijk. En als je die dingen denkt over geld, ja, waarom zou je het dan überhaupt je leven inlaten? En dat is denk ik een volgende hele belangrijke. Wat voor diepste overtuigingen heb je überhaupt over geld? Ja. En vaak is het ook gewoon een energie, een energetisch patroon dat blijft creëren. En als je eenmaal vragen gaat stellen en als het ware erna gaat kijken of gewoon überhaupt, dus gewoon begint met die 10%. Er komen vaak vanzelf de dingen naar boven die eigenlijk niet werken of die je anders zou kunnen kiezen of die je mee hebt gekregen uit je opvoeding of die gewoon, weet je, de dingen die je wellicht had, maar die je niet zozeer meer nodig hebt. Ja. En al is het een oordeel waar je zoveel waarde aan hebt, want heel vaak hechten mensen heel veel waarde aan de beperking van geld en ook aan het hebben van geen geld bijvoorbeeld, want dat geeft ze toegang tot heel veel andere dingen. Ja. Het geeft ze toegang tot van alles, weet je, noem het maar op. Voorzieningen, uitkeringen, dat er voor ze gezorgd wordt. Vaak als je geld wil gaan verdienen of meer geld wil manifesteren, moet je dingen opgeven. Eigenlijk geef je afhankelijkheid op als je geld toelaat. Eigenlijk. En mensen stappen in hun eigen creatie. En dat lijkt wel heerlijk, maar het is effing moeilijk voor mensen. Ja, zeker. En vooral ook oncomfortabel, want het soort van, wie ben jij als creator van geld en met geld? Ja.
Want het is ook voor mij vergt het ook educatie, weet je? Van hoe werkt geld in deze realiteit? Wat voor geld is er eigenlijk? Hoe werkt dat met koersen? Ja. En daar ben jij al verder in dan ik, want jij investeert, je doet iets met die bitcoins en weet ik veel wat allemaal. Daar ben ik allemaal nog niet eens aan begonnen, weet je? Ja, dat is ook, dat maakt het ook, weet je? Weet je, ik maak keuzes voor de toekomst. Als er zoiets naar boven komt, dat hebben we hem weer. Ja, Marlijn's livestream. Mijn livestream klapt eruit. Hij Apple. Ging wel vrij snel weer verder. Ik weet het. Ik weet nu inmiddels hoe ik het een beetje hoe ik het moet hanteren. Marlijn heeft een hetsen met Apple. Apple hetsen. Momenteel. Hoe wordt het beter dan wat dat? Wat kies jij, Marlijn? Wat kies ik? Ja, weet je, ik ben een soort van soms werken dingen gewoon ook niet naar behoren. Weet je, ik bedoel, laten we eerlijk zijn, er zit een Apple reboot aan te komen voor mij. Hoe wordt het nog beter dan dat? Soms moet je ook gewoon hier. Dat is ook, weet je, maak ik me afhankelijk van technologie. Wat als ik kan samenwerken met technologie? Nee, maar ik zie wat hier gebeurd is. Kijk, we hadden het over geld, maar dit moet even gezegd worden. Jij hebt gevraagd, jij hebt een wens geuit. En dit is wat eigenlijk ook met geld meestal gebeurt. Je hebt een vraag geuit of een wens of een verlangen om technologie aan te trekken die voor je werkt. Ja. En dit doen mensen ook. Ze uiten zeg maar de vraag van oké, laat me manieren zien of laat me zien hoe ik geld aan kan trekken op een manier die voor mij werkt. En dan krijg je dus eerst contrast. Je gaat ruzie krijgen met de systemen die je hebt. Je gaat ruzie krijgen met het geld wat je al hebt, weet je. Zodat je je verlangen kan aanscherpen. Dit contrast gaat jou leren van oké, dit en dit en dit en dit werkt niet meer voor me. Dit en dit en dit en dit is wat ik wil. En daar ga ik dus voor. Dus wat kan ik nog meer creëren? Ja, absoluut. Weet je, creatie gaat steeds door. En ja, weet je, wat is er mogelijk voor meer plezier met geld? Weet je, als ik zoiets heb van, weet je, ook al is het met de tech upgrade, ook al is het van het informeren van anderen of het soort van dubbelchecken van een e-mail of wat dan ook. Denk ik, oké, welke energie kan ik hiermee zijn, weet je? Wat voor plezier? Kan ik je plezier ermee hebben? Nu gaat de telefoon natuurlijk. Het is grappig, want ik had nog een berichtje gestuurd. Hey, hoe cool zou het zijn als we eens een energy pool op geld zouden doen nu? Sta je daarvoor open? Ja hoor, natuurlijk. Merken jullie, zullen we het doen? Ja, doe hem. Nice. Nou, kijk, je kan energie aantrekken. Veel van jullie die al langer... Misschien leg even uit wat een energy pool is. Klopt, nou goed. Okay. Geen van jullie die ons of mij al langer kennen, die weten wellicht wat een energy pool is. Is dat je eigenlijk energie door het hele universum heen beweegt. Richting jouw kant op. Richting je lichaam eigenlijk ook. En waar je bepaalde afstemmingen in kan gebruiken. Ja, een algemene energy pool is eigenlijk, weet je, dat je gewoon eigenlijk dingen binnen wil laten komen. En dat je daar dus ook op aanstuurt. Ja? Het is eigenlijk mijn advies is ook, weet je, blijf uit verwachting. Dat is het verwachtingsloos in je creatie. En gebruik wel de energie die je kan gebruiken. Dus, maar als je je energetische mutjes omhoog hebt, hoeveel van jullie hebben je energetische mutjes omhoog? Duw ze omlaag. Laat ze gewoon zakken. Omlaag. Ja, je omlaag. Hoeft allemaal niet precies te weten wat dat is. Een energetisch muurtje en hoe dat dan werkt. Een barrière. Hoe dat eruit ziet. Maar het is een je hoeft je niet te beschermen. Je mag gewoon open zijn in je ruimte en energie. Nou, nu kan je gewoon merken. Een soort van, wellicht dat er een bepaalde ruimte zich opent. Merk gewoon hoe je billen op de stoel zitten. Of hoe je voeten... op de grond staan of zitten of in de lucht bengelen, exact. Merk je lichaam. Dan nu kan je eigenlijk gewoon je ruimte, de ruimte die je bent, net zo groot maken als de kamer waar je in zit. Ja, een soort van achthoeken alle kanten op. En merk wat dat is, ja? Dus verder niet over na te denken, merk wat je merkt. Nu ga je verder 100 meter alle kanten op. Ga je eigenlijk je energie en je ruimte groter maken. Ja. En inclusief de aarde ook in. Want je bent hier op aarde, je lijf is hier op aarde, dus waarom zou je de aarde niet meenemen? Ja? Nu een kilometer alle kanten op. Verder. En als je bepaalde dingen voelt of merkt, dan kan je gewoon doorheen bewegen. Ondertussen genieten van de muziek. En dan de 5 kilometer alle kanten op. Je kan dit doen overal.
waar je bent, waar dan ook, op welk moment dan ook. Je hoeft niet helemaal er goed voor te zitten. Ja, nu 10 kilometer alle kanten op. Alle kanten op, inclusief de aarde. Nu verder. Zo groot als heel Nederland. Inclusief de aarde. Ik was alweer veel verder. Tuurlijk, jij bent alweer veel verder. Heel veel van jullie zullen al veel verder zijn, maar ik moet af en toe eventjes de stappen doorlopen. Nu, maak jezelf zo groot als de hele wereld. In je ruimte en je energie, zodat je eigenlijk alles omvat en alles merkt. Verbonden bent met alles. Nu zo groot als heel het universum. Dat is eigenlijk oneindig. Verder, 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 verder. En ontspan in die ruimte. Dus nu merk hoe groot je bent en dat je nog steeds gewoon je lijf hier hebt. Dan nu, vanuit het hele universum, beweeg energie jouw kant op. Ja, trek die energie aan. Laat die energie je toekomen. En het kan zijn dat je dat merkt, het kan zijn dat je heel veel merkt, het kan zijn dat je weinig merkt. Ja, en simpelweg trek die energie aan, jouw kant op, vanuit alle richtingen. En ondertussen kan je merken wat je merkt, je kan horen wat je hoort. Laat het door je lijf heen gaan. En wellicht als je weerstand merkt in je lijf, dan kan je gewoon simpelweg de ruimte in je lijf vergroten door te merken waar die plek is. Net zoals bijvoorbeeld als je hier een beetje weerstand merkt, dan maak je het gewoon groter. Voelde je het bij mij? Of? Was dat bij jou zo? Ja, ik had een beetje. Ja, ik voel, ja. We zijn ons gewaar van elkaar, you know, dat heb je altijd. Dan maak je gewoon die ruimte groter. Ook je keuze creëert daarin. En dan laat je de energie ook toe om daardoor heen te gaan. Ja? En heb je nou een hele fijne afstemming gebruikt? Eigenlijk niet eens, waarschijnlijk. Ja, je bent gewoon energie toe te laten. Want energie, geld kan alleen volgen als je ook de energie wil ontvangen. Ja? En dan nu kan je het eigenlijk gewoon denkbeeldig, kan je het heen trekken door geld. Door de mensen die geld hebben, door de financiële instituties of instellingen. Je kan het heen trekken. Als je een business hebt, dan kan je het daardoor heen trekken. De energie van je business. Je kan het heen trekken door je bankrekening. Je kan het heen trekken door iedereen van wie je nog geld te goed hebt. Je kan het heen trekken door eigenlijk alles en iedereen. En laat het gewoon jouw kant op bewegen. Maar ook vanuit de achterkant. Wellicht ook door je verleden heen. Het is leuk, je bent eigenlijk als wezen, kan je alle tijd en ruimte kan je aanspreken met zo'n oefening. Dus trek het ook door je verleden heen. En misschien door je toekomst. Vanuit alle toekomstige miljonairs die je gaat dienen en die aan het wachten zijn op jouw expertise. En misschien niet eens alleen de miljonairs. Wie of wat zijn er nog meer mogelijk waar je nog meer geld doorheen kan trekken? Ja. Dus, en dan nu kan je gewoon eigenlijk gewoon je energiesprankels terugsturen naar alles en iedereen. Ook aan de aarde wellicht, want je hebt ook energie door de aarde heen getrokken. Het klinkt misschien een beetje ongebruikelijk, ongewoon. Dit zijn de tools die ik toepas elke dag en die ik de meest pragmatische ondernemers leer. En guess what? Wat er gebeurt in hun business? Er komt geld uit hele onverwachte hoeken. Ja. Kijk, ik vind mezelf ook niet zweverig. Ik ben ook heel pragmatisch, maar dit is heerlijk. Het is juist die combinatie van de energetische tools en een stukje strategie, ja, zeg maar. Ja, het is de energetische creatie, wat toch aan de grondslag ligt van alles. En het is ook gewoon weten wat je wil creëren ermee. Nogmaals, zet even die sprankels terug. Ja. Zet van even energiestaties terug naar alles. Dus ook de mensen waar je bijvoorbeeld toch facturen open hebben staan. Of de personen aan wie je bij kan dragen. De belastingdienst waar je nog geld van krijgt. Dit is zeer iets wat gespecificeerd. Maar tegelijkertijd kan je gewoon ook energie terugsprankelen naar de personen die je nog niet eens ontmoet hebt. Ja. Maar aan wie je een bijdrage kan gaan zijn. Met je diensten of met je services of met je aanwezigheid. Want hoe vaak komt iemand bij jou omdat ze weten, misschien niet met hun hoofd, maar wel met hun zijn, ja, dat jij datgene voor hun kan doen of zijn wat zij nodig hebben of waar ze om vragen. Ja. Of wat ze wellicht missen in de wereld. Ja. Dus, en mensen moet je wel kunnen ontvangen.
moeten wel... En daar moet je wel een energetische connectie mee maken. Ja. En je kunt, moet ze toe kunnen laten. Dus dit is ook dus de energetische connectie die je creëert. En het leuke is, heb je nou heel erg specifiek, ben je nou heel erg aan het, hoe zeg je dat, gaan geweest in andermans wereld? Nee, je hebt gewoon de energie op gang gebracht door al die elementen, door die personen heen. Dus dat is wat je kan doen. Dat is een energy pool. Nog een keer hetzelfde? Ja, okay. Dat is goed. Ondertussen bestellen we gewoon een extra drankje. Ja, dankjewel. Oh, doe nog maar zo'n fles Pellegrino. Pellegrino. Zo leven wij ons leven. Hoe wordt het beter dan dat? Dus nou goed, ik hoop dat jullie er wat aan hadden. Hierheen hebben gepoeld. Het is heel grappig, want vaak als je energie gaat aantrekken, dan komt alles in je omgeving komt in beweging. En dat is heel grappig, want een soort van, kan je ooit een energy pool doen die stil is of zo? Nee. Meestal trekt het mensen je kant op. Dan gaan mensen aan je denken, want je brengt de energie naar je toe. En als je dan die sprankels terugstuurt, dan creëer je ook vaak weer even de soort van je energetische visitekaartje, noem ik het ook wel eens. Nou goed, in die oefeningen kan je op heel veel verschillende manieren kan je die doen. Maar eigenlijk gewoon op dagbasis gewoon je energie verruimen en je ruimte groter maken alle kanten op. En gewoon energie aantrekken door het te kiezen en door het te vragen. Vervolgens kleine energiestraaltjes terug te sturen. Heeft al zoveel gecreëerd voor zoveel mensen. En het is een andere tool, maar het is echt een business tool. Ja, cool hè. En wat kun je creëren met geld en met je zijn en met wie je bent, zeg maar. En met jouw energie, wat je nog niet voor mogelijk kunt houden. Ja. Hoe makkelijk kan het voor je zijn om gewoon geld te creëren met je aanwezigheid en met je verschijning en met wat voor jou, zeg maar, natuurlijk komt. Ik denk dat als ik naar mezelf kijk, heb ik zo lang geprobeerd om mezelf te ontkennen, omdat ik dacht dat ik die persoon niet kon zijn om geld te creëren. Ik dacht dat ik serieus iemand moest zijn of echt zo'n zakenvrouw moest worden of zo. Maar dat vind ik ook leuk, een deel ervan. Die energie kun je altijd kiezen om mee te spelen. Maar dit komt natuurlijk, weet je? Die energie zijn, dit komt natuurlijk. Ja. En wat kan je daar wel niet mee in beweging zetten? En voor jou precies hetzelfde. Jij hebt ook zo lang geprobeerd om jezelf te ontkennen, omdat je dacht dat je iemand anders moest worden. En pas toen je echt voor jezelf ging kiezen en al je rariteiten maar gewoon in de wereld ging gooien. Nou breng je echt iets teweeg en levert het echt heel veel geld op. Ja, het is heel wonderlijk hoe het werkt. Het is heel wonderlijk, het is heel wonderlijk hè? Want we denken altijd dat we onszelf op moeten offeren voor geld en dan komt het nooit. En pas als je keuzes gaat maken om jezelf te zijn, dan gaat het stromen. En wat het leuke is ook, De schuld en wat dan ook voor geld ontvangen, dat is gewoon uit mijn universum. Punt 1 is het een leugen. Ja. Maar wat ik ook merk, nu ik echt open ben ook om de informatie te ontvangen, is dat mensen zo ontzettend dankbaar zijn voor hun eigen investering. Ja. En voor hun eigen keuze, voor hun creatie van wie ze zijn en van de energie van hun leven, die eigenlijk zoveel in beweging brengt, altijd. Overal waar ze zijn, overal waar ze gaan. En ook dat soort van ook bijna, weet je, want energie is ook, weet je, iedereen merkt energie op. Ja. Heel vaak als mensen, als ik een energy pool heb gedaan, of een clearing call heb gedaan, of wat dan ook, en dat zal jij wellicht ook herkennen, dan ben je anders in je energie. Je bent opener, je bent bruisender, je bent dit en dat. En dat is dus ook wat zo'n energy pool creëert. Ja. En wat is ook zo'n 10%, weet je, eren van jezelf. Ja. Weet je, wat er ook creëert van, oh mijn god, ik heb mezelf weer geëerd vandaag. Heb ik mezelf al geëerd vandaag? Gewoon met geld. Ja. En hoe leuk is dat? Ja, precies. Dus van, oh my god, dat is voor mij, de eer van mij. Dankjewel, zet maar neer. We vogelen het wel. Ja. Maak je even rosé en ik heb wit. Wordt het nog beter dan dat? Proost allemaal. Zo. Zo kan je dat ook doen. Ja, we zijn dubbel. Zijn we live. Vanaf een van mijn vaste stacks in Scheveningen. Maar goed, ja, weet je, van zoals geld creëren, wat is er mogelijk? Het begint bij het zijn en het ontvangen en de keuze om te creëren en niet te stoppen. En heel belangrijk wat je net zei, om dat schuldgevoel los te laten, kunnen loslaten. Schuldgevoel is licht of zwaar? Ja, zwaar. Zwaar. Dus dat is ook gewoon iets wat je kan erkennen van, oh, weet je, is dat wel waar voor mij?
En heel vaak zijn die dingen niet eens van ons. Hebben we ze geleerd of wat dan ook. Dus dat is, maar dat is denk ik nog heel lastig voor mensen om een onderscheid te zien tussen wat is van mij en wat heb ik overgenomen van iets andere wat zwaar mensen. Is, is eigenlijk nooit van jou. Kan ik het heel simpel maken. Okay. En dat is ook wat ik mezelf dagelijks herinner. Iets wat niet de lichtheid, de expansie, de bruisendheid van mijn zijn is, is nooit ik. Cool. En dat is soort van voor heel veel mensen lastig om te horen. Want schuld is voor heel veel mensen een soort van ook een excuus om niet voor meer verder het, en groter te gaan. Het is zo grappig, want ik wil trouwens heel even vragen of jullie misschien vragen hebben. Dan kun je er even over nadenken en ze intoetsen. En dan ga ik in de tussentijd, want wat er in me opkomt is dat, kijk, want wie we werkelijk zijn, is eigenlijk zijn we goddelijke wezens. Ja, eigenlijk zijn we allemaal God. En daarin zit geen weerstand, zit geen angst, zit geen haast. Daarin zit alleen maar eigenlijk zijn. Ja. Dus eigenlijk zou je misschien kunnen zeggen dat niks van de aannames die we ooit hebben op onszelf hebben geprojecteerd of laten projecteren waar is. Ja. Behalve als je het waar maakt. Ik zeg altijd, wil je het nog langer kiezen? Ja. Als zoiets naar boven komt, zo'n schuldding, dan kan het heel erg in je wereld zitten. Dit is wel van mij trouwens. Ja, dit is wel van mij als je deze bestelt. Soort van als zoiets, en dan kunnen best wel hele pittige dingen zijn. En namelijk als de energie zwaarder is of niet bijdraagt aan de expansie van iemands leven. Ik stel altijd de vraag, oké, waarheid, wil je dit nog langer kiezen? Ja. Ja of nee? En dan, als het een nee is, vaak als het dan de energie zwaarder wordt, dan is het vaak nee, ik wil het niet langer kiezen. Ja. Dus dan, dat is ook wel een beetje bijzonder om dat dan te erkennen op die manier. Maar ze merken van nee, oké, dus wat kan ik dan anders kiezen? Ja, hoe kan je het verplaatsen? Als het geen schuld zou zijn, wat is het dan? En vaak is het ook gewoon de potentie en de energie en de kracht die het met zich meebrengt. Om het wel te creëren, om het wel te ontvangen. En het leven is zo lief voor je ook, want het leven laat je altijd zien wat dan die overtuigingen zijn die in je zitten. Weet je, net zoals dat voorbeeld wat ik toen straks had. Ik zat met mijn coach aan de telefoon met Kat en zij zei iets. En toen drong opeens op me door en ik had het ook op Facebook geplaatst, dus misschien had je het gelezen. Maar oh mijn god, mijn overtuiging is gewoon, doordat zij iets tegen mij zei en dat triggerde dat opeens in me. Van, ik denk dus dat hoe groter ik groei, hoe meer weerstand ik ga ervaren. Ja, logisch dat ik... Dat ik me kleiner hou, dat ik nu meer weerstand denk te merken, maar ook dat ik me kleiner hou. En toen dacht ik, en dan ga je dus denken van, oké, dat is dus mijn overtuiging. Hoe zou ik daar anders naar kunnen kijken? Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik er dus voor kiezen, hè, wat jij zegt, want dat werkt dus niet meer voor me. En dat slaat ook nergens op, maar het werkt niet meer. Oké, wat zou een betere overtuiging zijn? Hoe groter ik groei, hoe meer liefde ik ga ervaren. En Brigitte voegde er nog aan toe van hoe meer vrijheid je gaat ervaren. Dus hoe groter ik groei, hoe meer liefde en vrijheid ik ga ervaren. Ik dacht, ja, dat nodigt me echt uit om mijn wereld te openen. Ja. Als ik meer liefde en vrijheid ga ervaren. Ja, hoe cool is dat? Absoluut. En soms vergt het echt dat je dat echt verandert voor jezelf. Van niemand gaat het voor je doen. Nee. Die shift. Anderen kunnen faciliteren. Ja, tot ze kunnen het aangeven, maar je moet hem zelf verplaatsen. Je moet hem echt zelf kiezen. En het is niet zozeer vermoed als in je moet, maar het is een soort van hier. Dat ze simpelweg kan, oh, dit ga ik niet meer kiezen. Wat is er nog meer mogelijk? En als je inderdaad spanning merkt, ja, hoe kan je dat loslaten? Wat als je het kan gebruiken, Christa? Het is kan je ervan genieten van die energie? Kan je er heel je lijf heen laten zinderen? Marlijn zijn livestream, want Christa vraagt, bij alles wat ik spannend vind, krijg ik fysiek spanning in mijn buik. Hoe kan ik dit loslaten? En ik dacht een paar minuten geleden al wat Dean, hoe heet hij ook weer? Dane hier. Zij op in dat Access ESB? ESB in jullie Sentences of Being. Hij zei, ik heb geleerd dat als ik pijn in mijn buik heb, dat het eigenlijk nooit van mij is. Ja, het is is het een erkenning van wat jij en je lijf faciliteren? En wat is dat faciliteren? Is dat je iets doet, mogelijk maakt, of misschien wel merkt in je eigen lijf, misschien wel transformeert in je eigen lijf.
wat is er juist aan dat je wellicht nog niet snapt? Wat maakt dat je denkt dat je het los moet laten? Ja, en darmen staan ook voor iets van transformatie. Helpt je om je vaste voedsel, zeg maar, in iets te transformeren wat er aan de achterkant weer uit kan. Dus waarin belemmer jij de transformatie die je door aan het maken bent? En dat is ook altijd een keuze, weet je? Ja, en hierdoor kan je kijken, hoe heb ik het gedefinieerd? Weet je, de spanning in mijn buik. Is dat iets, spanning in de buik? Ja, weet je, wat zit eraan gekoppeld? En als je die, als je dat baan zou ruimen en gewoon opnieuw aanwezig zou zijn met de spanning in je buik. De spanning, welke energie is het? Welke energieën zijn eigenlijk genererend? Wat ik merk bij spanning in mijn buik is dat het vaak, dat ik vaak iets merk. Net zoals donderdag begin ik weer een 4 dagen foundation class. Dat is een van de 4-daagse trainingen die ik geef. Ontzettend dynamisch, intensief, heel transformerend en levensveranderend. En meestal merk ik dat op voorhand al. En merk ik dat ook in mijn lijf en geef mijn lijf daar dingen over aan. Nu heb ik geleerd om daar heel erg weinig van te vinden. Wat is het geschenk daarin? Dat het eigenlijk gewoon van, bijzondere spanning in mijn buik. En als ik een soort van de betekenis of de zwaarte ervan afhaal, dan krijg ik het meteen al... En dan gaan zelfs, weet je, tot mijn organen en ingewanden toe, gaan daarop reageren. Want ik zet die energie niet meer vast als een spanning. Maar simpelweg, bijzondere energie. En dan kan het weer een soort van doorcreëren. Ja. Dat is hoe ik er nu heb geleerd om mee om te gaan. Dus weet je, wat is er mogelijk als dat... Ik denk dat dat voor Christa ook geldt, want ze is grotere keuzes aan het maken over wat ze met haar business wil en wat ze met haar leven wil en welke energie ze in de wereld wil zetten. Ja. En door het maken van die keuzes, al is het alleen maar de intentie die je zet, breng je al bij jouw toekomstige klanten allerlei dingen op gang. Allerlei mogelijkheden zet je in werking, allerlei energetische processen. En daar kun je je van gewaar zijn. En hoe echt je het maakt en wat voor betekenis je eraan geeft, dat bepaal je helemaal zelf. Kun je het er ook laten zijn, zonder het van jou te maken of het echt te maken. En hier ook, weet je, ik zie mijn lijf ook meer als een geschenk daarin. Ja. Ik voorheen, jaren geleden, veroordeelde ik dat nog heel erg. Nu, als ik dingen merk in mijn lijf, en dat kunnen hele intense sensaties en waarnemingen en gevoelens zijn, maar ik maak het niet echt gevoelens, ik hou het echt meer in een benadering vanuit ruimte en van energie. Zonder het echt te verkrampen. Is het dus ook, weet je, als je een lijf hebt wat een beetje bewust is, je lijf is ontworpen om informatie te ontvangen. Je lijf is ontworpen om eigenlijk gewoon, net zoals hier op het strand of in de natuur, is het vaak een stuk gemakkelijker, omdat die energieën veel organischer zijn, zou ik bijna zeggen. Het is veel meer in verbondenheid en het soort van praat met elkaar. De natuur praat met elkaar, net zoals je lijf ook met anderen en met de natuur praat. Heel veel mensen verklaren me van gek als ik dat zeg, maar hoe praktisch is het eigenlijk dat als je naast iemand anders zit, dat je hun energie werkt en hun lijf opmerkt. En je hoeft niet eens naast elkaar te zitten. Nee, exact. Nee. Maar om maar even ietsje ontvankelijker te maken. Ja, dat hoeft niet voor mijn klanten in ieder geval, hoor. En weet je, hoe handig is het om te erkennen dat het zowel dichtbij is als veraf. Weet je, want zoals die mensen die donderdag in die training komen, hoeveel merk ik daarvan al van in mijn wereld? En als ik dat vraag, dan ligt dat eigenlijk op. Want ik erken wat er gaande is. En ook als ik soort van een dag heb, of vanochtend stond ik op met een bijzondere gedachte. Hoe dan ook. In de loop van de morgen kwam ik de bijzondere gedachte of een bijzondere energie tegen. En het had een paar gedachten gekoppeld. En dacht van, voor hoeveel mensen is dit gaande in de wereld? En dat lichtte meteen mijn universum op. Ja. Dacht van, wat interessante informatie. Dus het was ook meteen niet zozeer mijn wereld uit, maar het was erkend, waardoor ik het, als het ware, alles blijft het als het ware kloppen en blijft het zwaar. En blijft het druk als het ware. En blijft het ook een soort van, als je het niet erkent en ontvangt, dan blijft het een soort van hangen. En dan wordt het vaak zwaarder, omdat je het niet ontvangt. Ja, precies. I know it's weird, but it kind of works. Cool. Ja. Er zijn nog meer vragen. Even kijken, hoe weet je vraag. Dat de spanning te koppelen aan wat er daadwerkelijk aan de hand is. En wat je los kan laten. Ja,
Nou kijk, het weer wat als je zou erkennen wat het is in eerste instantie? Wat als je zou erkennen, oh, ik merk dit. Daar begin ik. Ja. Oh, wat bijzonder. En je kan gewoon alles wat het betekent en wat dan ook. Wat heb ik hier aan gekoppeld? Oké, dat laat ik gaan. Oh, bijzonder. Dan wordt het vaak, het transformeert het al. Dan kan je wat andere vragen gaan stellen. Ik stel altijd de vraag, oké, van wie is dit? Want heel vaak is het iets wat ik merk. Of is het van de aarde? Dat is zijn, ja, misschien iets verder. Ik heb er nog wel meer streams over. Maar het soort van dingen, dat je dat vragen gaat stellen. Wat is er nog meer mogelijk? Ja, dat om de energie in beweging te brengen. En daarin kan je ook vragen, weet je, oké, zijn het bepaalde, ik noem het altijd energetische capaciteiten of gaven die ik heb, die, en vaak kan je niet echt met je hoofd beredeneren, dus misschien een beetje tricky om daar op een livestream te veel op in te gaan, maar als je het inderdaad erkent, is dit iets, weet je, is dit iets wat juist is aan mij, wat groots is aan mij en aan mijn lijf? Ja, en vaak als je dat soort vragen stelt, meer naar de potentie van jou in plaats van naar het probleem van wat het is, opent het al zoveel meer mogelijkheden. Dus dat, wat als het geen niks een probleem zou zijn of wat je merkt in je lijf? Maar eigenlijk alles en informatie is die je kan ontvangen. Ja, en natuurlijk zijn daar meer... Zelfs een ongemakken geef je hebben een betekenis aangegeven dat het niet goed is. We bestempelen het als ziekte, maar wat als dat het helemaal niet is, maar dat het eigenlijk een geleidersysteem is om ons te helpen afstemmen. Ja, exact. En om keuzes te maken. En om ook gewoon in veel gevallen, veel van de mensen in mijn netwerk zijn gewoon, hoe noem ik het, magnitude healers, bewustzijnswerkers, maar hebben het eigenlijk niet helemaal door. Nee. En die gaven, die potentie, die wordt sterker. Ja. En als je er eigenlijk als het ware niet, als je het niet erkent, dan blijft het soort van mensen najagen. En precies, is dat dan mijn doel, mijn voorbestemming? Ik zeg, nee, dat is niet je doel, je voorbestemming. Maar het is iets wat gewoon fucking magisch is aan je. Waar je niks hoeft mee te doen qua business of wat dan ook. Wat je wel kan erkennen en kan ontvangen. Zodat je gewoon in je leven door. Door je leven heen, in je leven door. Ik denk niet Engels en vertaal het in het Nederlands, maar nee, dan verder. Nee, door je leven heen, dat je die dingen, dat je die energieën kan gaan erkennen. En dat het dus, dat je niet meer het slachtoffer hoeft te zijn van je eigen gaven en vaardigheden. Ja. En het grappige aan heler zijn is ook, dat vaak dan denken we dat we mensen moeten helen, omdat we het ongemak in onszelf oproept. Of hun overtuigingen en hun oordelen en hun gewoontes en dan gaan we ze zitten helpen en redden en zo. En dan willen we ze advies geven, et cetera. Terwijl de grootste helende bijdrage die je voor mensen kan zijn, is er gewoon zijn en er niks van vinden. Ze alle ruimte geven voor hun proces. Oh, bijzonder. Ja, toch? Ja, bijzonder. Ja. Dat is echt zo, maar dat is ook een van de dingen die ik van jou... Nee, ik bedoel, dat is wat ik denk. Als precies. Ja, bijzonder. Oh, bijzonder. Ja, precies. Nee, dat je het erkent. Ja, want absoluut, maar jij doet dat ook tijdens jouw foundation. Dan als bijvoorbeeld iemand in een proces zit, dan ga je niet lopen redderen of helpen. Je gaat gewoon zeggen, zeg maar wat je nodig hebt, weet je? Ja, wat heb je nodig? En heel vaak is het voor mij gewoon een vraag. Want het is zo grappig, als we het niet verbaal of praktisch kunnen doen, dan gaan mensen het alsnog energetisch doen. Ja. En dan blijven ze met al die gevoelens en die dingen in hun lijf zitten. Ja. En dan vragen ze zich af waar het vandaan komt. Een soort van, geef het terug, met bewustzijn. En, en dan geef mensen de ruimte. En dan wat ik net deed, die energie in je ruimte vergroten, dat is wat heel erg kan helpen op zo'n moment. Dat je gewoon je ruimte en je energie zo groot maakt als het hele universum. Zodat het niet meer gericht is op die ene persoon. En wat dan nog beter zal helpen, en dat is zo onbeleefd, want het is zo, of het wordt als zo onbeleefd gezien, het voelt zo tegennatuurlijk. Merkt je dat? Dat is zo onbeleefd met het woord onbeleefd gezien. Het woord is om weg te lopen. Om jezelf fysiek te verwijderen uit de situatie. Eerst je eigen energieniveau op orde te brengen en dan pas weer naar die persoon toe te gaan vanuit de volheid die je bent in plaats van... De ruimte. Ja, precies. Ja, want in die ruimte gaan vanaf geld creëren naar... Naar gewoon bewustzijn en creatie. Van alles, zeg maar. Maar zie je, maar hoe essentieel is dit
voor hoe mensen eigenlijk niet het geld willen creëren ja. en ontvangen. Want dan voelt het heel zwaar. Als je mensen, als je denkt dat je mensen moet redden, kun je ook meestal hun geld niet creëren. Want het voelt zo zwaar in je lijf. Ja. En je, want je voelt dat het gewoon niet is wat je behoort te doen. Ja. Maar we zijn zo geprogrammeerd om dat te doen. Ja. Oké, ik vind Jitska vragen ook nog mooi. En daarna zetten we er een punt achter. Ik voel een enorme potentie in mezelf. Ik ben er nog bang voor om echt groot te gaan. Omdat ik denk dat de meeste mensen me arrogant gaan vinden. Ja. Ik wil als eerste één vraag stellen. Dan mag je daar helemaal in gaan. Maar vinden mensen je niet arrogant als je jezelf klein houdt? Want ik denk dat jij dit ook wel herkent. Maar zelfs toen ik geen reet op deze aarde betekende en niemand me kende, zeiden mensen al tegen me, jij hebt echt een arrogante bek. Ja. Ja. Dat is hoe vaak is je aanwezigheid en je verschijning, je persoonlijkheid, al een belediging voor mensen. Gewoon puur omdat je verschijnt, maar omdat zij, omdat het niet of past in hun wereld, of ze erop geprogrammeerd zijn om er iets van te vinden of om je arrogant te vinden, of omdat ze zelf niet zo groot willen zijn als dat ze werkelijk zouden kunnen kiezen om te zijn. Dat is een van de dingen die ik, bedoel, zelfs het afgelopen jaar nog intens meemaakte, met name in mijn in mijn relatiesferen die veel dichter bij me staan. Dat ik echt merkte van wow, omdat ik groei, creëer ik gewoon een soort van creëert het iets bijzonders bij de mensen om me heen. Ja. Maar hoe dan ook, weet je, als je niet bang zou zijn, wat is het dan? Ben je bewust dat veel mensen je arrogant zouden te gaan vinden? Ja. Ja. 0.5% van de wereldpopulatie vind je hoe dan ook arrogant, omdat je er bent. Ja. Dus dat kan je herkennen, dat kan je ontvangen en dat kan je ook laten zijn. Ja. En kan je in de tussentijd kiezen om de mensen in je wereld aan te trekken die je niet zien als arrogant, maar als een inspiratie. Inspiratie, exact. Weet je, ik gebruik alles om me heen als inspiratie, voor zover als dat ik kan. Weet je, mooi, slecht, goed, lelijk, geef het een naam, een label. Ja. Dat is maar een oordeel, hè? Een interessant oordeel. Oordeel is niet zozeer echt, maar je kan de energie erkennen. En daarbij, weet je, als je niet bang zou zijn, wat zou je kunnen kiezen om te zijn? En ben je zelf wel willend om oncomfortabel te zijn en om al die dingen te ontvangen? Want vaak zijn we niet eens bang, we zijn ons heel erg bewust van de toekomst die het kan gaan creëren en van de mogelijkheden die we nog niet eens hebben toegelaten voor onszelf. En daarnaast, hoe arrogant is het wel niet als je je eigen onzekerheid zo belangrijk laat zijn dat je niet elke dag opkomt dagen om echt van betekenis te zijn voor andere mensen? Ook al is het dat je arrogant bent in hun wereld, zodat je hun iets geeft om over na te denken. Ja. Of dat je iets bent waar zij misschien wel zo'n weerstand op hebben, dat het misschien voor hun ook wel andere mogelijkheden creëert. Ik zeg altijd zo van, oké, hoe arrogant kan ik dan zijn? Als ze dat van me vinden. Want als ik niet welwillend ben om arrogant te zijn, dan belemmer ik mezelf ook weer. Ja. Ja? Dat is hetzelfde als een soort van, ik ben niet graag gemeen. Ja, dat is een soort van, hier, de engel in mij. Je doet ook al dit gemeen. Dat is ook de engel in mij, bla bla bla. Ja. Ook allemaal een soort van, hier, wat is ook welwillend te zijn om gemeen te zijn? Lost dat vaak ook de weerstand tegen dat oordeel wat anderen over je hebben op. Ja. Dus wat als je dan willen zou zijn om arrogant te zijn? Ja? Kijk, als ik zo arrogant zou zijn als dat ik werkelijk zou kunnen zijn, hoe is dat dan? Wie ben ik dan? Dat mensen vinden dat je arrogant bent, betekent niet dat je het bent. Dat betekent alleen maar dat hun visie is over jou. Maar het betekent niet dat je het ook daadwerkelijk bent. Want wat betekent dat nou eigenlijk, arrogant zijn? Dus exact. Het is vaak ook gewoon... Oh, je gaat weer. Ik ga weer uit. Ik ben nu gewoon leeg. Oh, je batterij is leeg. Okay. Mijn livestream op mijn pagina is echt... het mag niet zo zijn. Bijzonder. De afgelopen dagen. Cool. Oké, maar ik denk dat wij rond zijn, toch? Leuk! Ik hoop dat jullie er iets waardevols uit hebben gehaald. Vivian haakt nog even in om het afscheid te zien. Bijzonder. Ja hoor, je mag mijn... Ik doe het geruisloos. Ik heb er twee in mijn tas. Ik heb er ook twee in mijn tas, maar deze was dichtbij. Oké, cool. Nou, ik hoop dat het waardevol was voor jullie. En als je laat in bent gestapt, dan kun je de replay even kijken. En, ondertussen zitten wij lekker bij het haardvuur. Moet er verder nog iets gezegd worden? Wat is er nog meer mogelijk? Ja, wat is er nog meer mogelijk? We zijn beide aanwezig, we doen beide superleuke dingen. Ja, precies. En wie weet
weer iets met elkaar over een tijdje. We kijken wel wat er mag ontstaan, toch? Jullie horen het vast wel. Oké. Hou ons in de gaten. Wat een lekker ding is hij. We hebben nog beter gedaan. Ik zeg niks. Dankjewel. Doei doei.